Het wordt vanzelf stil. Goed, ik ga maar beginnen. Mijn naam is Kees van Egmond. Ik ben ploegchef voor het fantastische korps Rijnsburg. De kazerne die vandaag voor u heeft opgetreden als gastheer voor twee banen van de ABWC-wedstrijden. Ik wil u van harte welkom heten voor de prijsuitreiking op deze locatie van de Florabind. Van oudsher is er al een band tussen de wereldbefaamde show- en marchingband en de brandweer van Rijnsburg. In het ver verleden oefenden zij namelijk in onze eigen brandweerkazerne. En ze hebben ook de brandweerkazerne, hebben ze een soort van vernoemd, wat ook deze locatie heet, de kazerne. We zijn ook erg blij dat deze locatie beschikbaar hebben gesteld voor de prijsuitreiking. En dat ze daarbij zorgen voor een natje en een droogje tijdens deze prijsuitreiking. Overigens, tijdens de prijsuitreiking is de bar gesloten. Maar we beseffen, het gaat altijd wel een lange tijd duren. Dus de dames en heren van de bediening zullen wel her en der tussen jullie doorlopen. Speciaal welkom aan onze burgemeester van Katwijk, Jos Wiener. En districtscommandant Hans Baarschier. Ik ben niet van plan om heel lang te praten, want de prijsuitreiking zal al de nodige tijd in beslag gaan nemen. Maar toch wil ik even heel kort terugblikken. Volgens mij kunnen we terugkijken op een succesvolle dag. Maar liefst 17 korpsen hebben deze dag in een razend tempo de wedstrijdbanen bestormd en een klus uitgevoerd. Als Korps Rijnsburg hebben we getracht een zo realistisch mogelijk scenario's neer te zetten. En volgens ons is dat prima gelukt. Dit keer waren er echter geen neerstortende vliegtuigen, verborgen hennepkwekerijen of passerende onderzeeërs. Maar gewoon een huistuin en keuken inzet. Voor zover je bij de brandweer daarvan kan praten. Elk van de inzetten zou er volgens ons in het dagelijks brandweerleven zomaar mee kunnen maken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het eenvoudig was, integendeel. Maar straks zal daar verder uitleg worden gegeven door het ABWC. Voordat we aan de prijsuitreiking beginnen, wil ik in ieder geval iedereen bedanken die aan deze dag heeft medegewerkt. Allereerst het beste comité, Dennis, Klaas, Peter, Nico. Respect voor de bergen werk jullie hebben verzet. Natuurlijk het ABWC. En een woord van dank aan onze actieve, oudleden en onze partners. Die ook zich allemaal hard hebben ingezet. Als kazerne Rijnsburg hebben we het niet alleen gedaan, want we hebben ook vanuit onze regio hulp gehad van de kazernes Alphen, Warmond. We hebben hulp gehad van het GMK, Bas de Leeuw, Jan Slijkhuis, die als baancommissaris hebben opgetreden. Dus het is echt wel een regionaal feestje geweest, kan ik zeggen. Hoor die applaus. Als laatste een speciaal woord van dank naar Peter Jongejan en Danny van Jachthaven Marina en aan Erik van Itterson en Nico Noord van het aannemersbedrijf van Itterson. Het lijkt allemaal heel eenvoudig, maar het is toch heel lastig om een geschikte locatie te vinden om wedstrijden te organiseren. De hele dag, een deel van de dag, zijn jullie voor ons allemaal niet welkom op een bepaald deel van je eigen terrein. Je mag komen kijken, maar de loods waar we in zitten, waar we in spelen, mag je niet inkomen. En dat op je eigen bedrijf, dat is nog heel wat. Maar bijna wel. Ja. Toen wij met het verzoek bij jullie kwamen, hebben jullie echt geen moment getwijfeld om ja te zeggen. En dat zit jullie. En dat zegt iets over het ondernemersklimaat in Rijnsburg. Voor de deelnemende korpsen hebben wij een leuke attentie. En daarnaast hebben we ook nog in iedere ploeg een fotocollage gemaakt. De attentie wordt hier zo dadelijk uitgereikt bij de prijsuitreiking in de vorm van een foto. De fotocollage wordt jullie nagezonden, die wordt op een stikje gezet. Als laatste kan het natuurlijk niet zo zijn dat iemand die het mooie dorp Rijnsburg bezoekt deze zonder bloemen verlaat. Dus als jullie straks de zaal uitlopen, is daar een mooie attentie in de vorm van een brandweerrood bosje tulpen. Bedankt. Ik geef u graag het woord. Ja,
Ja, dankjewel Kees van Egmond voor de gesproken woorden. En ik heet jullie allemaal namens het Algemeen Brandweer Westercomité van harte welkom hier in de kazerne. Van, een beetje verwarrend voor ons, maar de kazerne van de muziekvereniging Fora en we hebben toen de kazerne van de brandweer. Welkom in elk geval namens het Algemeen Brandweer Wedstrijdcomité. En in het bijzonder ook burgemeester Wienen die zometeen de prijzen die hier staan, de mooie prijzen, uit zal gaan reiken. Bedankt de gemeente Katwijk, Rijnsburg, voor de organisatie en dat we hier de gast mochten zijn met het Algemeen Brandweer Wedstrijdcomité om deze laatste provinciale wedstrijden die we dit jaar alweer doen in de klasse 1 en 2 te mogen houden. En ondanks ja, het weer werkte niet helemaal mee, het was een beetje koud, maar om een brandweerwedstrijd te spelen was natuurlijk heel, heel goed weer. Dat konden we natuurlijk niet regelen. Bedankt in elk geval gemeente en ook uiteraard de veiligheidsregio Hollands Midden, waarvan we vele materialen voor onze vaardigheidstoetsen elke keer maar weer beschikbaar krijgen. Dat vinden we heel erg fijn. Hartelijk dank daarvoor. Aan u dank meneer Baarscheer. Dan zijn er twee fantastische wedstrijdbanen neergezet. En hoe gaat dat in zijn werk? Wij zijn altijd op zoek naar de wedstrijdplaatsen. En dat gaat dan via de veiligheidsregio Hollands Midden. En we kwamen terecht, ja, Rijnsburg wilde wel wedstrijden organiseren. Dat is heel erg goed dat ze dat erbij zeiden, wedstrijden. Want dat betekent dat je twee banen krijgt. En lopende het traject kwam men in Rijnsburg daar ook achter. Twee banen. Oké, nou, hoe moet dat in elkaar zitten? Nou, rond de kerst waren er al uit. Het moest eenvoudig zijn. En niet te moeilijk. En het moest ook niet zo lang duren. Het moest allemaal goed behapbaar zijn. Nou, daar is lang over nagedacht. En daar is iets goeds, iets moois uitgekomen. Deze twee banen, twee verschillende locaties, twee bedrijven met een mooi scenario. Iedereen is er zo'n beetje van de Korps Rijnmond of Rijnsburg al gezegd, die is erbij betrokken. De oudleden, de leden en tel zo maar op. Ja, om iedereen dan voor in het zonnetje te zetten of een cadeautje te geven namens het HBC, dat gaat natuurlijk niet. Dus daarom hebben wij een aandenken voor de mensen die een korps organiseren. En deze keer willen wij dat aandenken uitreiken aan Klaas de Jong en Kees van Egmond. Die zou ik graag even hier naar voren willen hebben. Dames en heren, er gaan drie ploegen over naar de volgende ronde. Wie dat zijn, dat weet ik wel, maar dat zeg ik niet. Dat horen jullie straks wel. In elk geval, het is zo dat staat in elk geval in het uitslagenboekje als u doorgaat naar welke wedstrijdplaats u gaat. Dat kan zijn buiten de provincie Zuid-Holland, maar ook erin. Verder wil ik nog meegeven aan u dat u de site van het Algemeen Brandweer Wedstrijdcomité in de gaten moet houden. Daar staat alle belangrijke informatie op aangaande de vaardigheidstoetsen van het HBC. Daar staat op wanneer en hoe laat u moet spelen op een gegeven moment als u doorgaat. Maar er staat ook op hoe het reglement in elkaar steekt. Het deal dit jaar is dat u mag tijdens de rit uw ploegleden niet wisselen, heren bevelvoerders. Maar mocht het nou zo zijn dat u aan het werk bent en u ziet dat gaat iemand niet trekken of hij kan het niet, dan mag u met een gegronde reden, die moet u dan wel bij de jury aangeven, mag u de mensen wisselen. En kijk ook even naar de waterwinningopbouwen. Daar is ook een ei over gelegd afgelopen winter. Daar zegt men van, wanneer het met één straal te behappen is, hoeft u geen waterwinning op te bouwen. Dus kijk daar alsjeblieft een keer goed naar. Bij deze wens ik de ploegen die doorgaan heel veel succes. De ploegen die niet door zijn gegaan, niet minder succes. Maar we hopen jullie uiteraard volgend jaar weer terug te zien op een van de banen van het HBC. En als u die wilt organiseren, horen we dat graag. Maar doe dat dan wel via de veiligheidsregio. Dankjewel voor jullie aandacht. Ja.
Goedemiddag allemaal. Avond is het inmiddels. Ik ben de teamcoördinator van baan 1. En ik zal even wat uitleg geven over de wedstrijd die gespeeld is. Baan 1, even over het scenario. Bij de firma Intersol is het een en ander misgegaan met de container. En er zat een Poolse medewerker die zat binnen. Er was een brandje ontstaan. En er zat nog een slachtoffer binnen. En degene die daar gespeeld hebben, hun toets hebben gedaan, die weten dat des te beter. Wij hadden daar twee zwaartepunten voor aangegeven van tevoren. Voor onszelf. Van waar letten we nu specifiek op? En dat was over de RSTV en over de prioriteitsstelling. En die prioriteitsstelling die was van cruciaal belang, zeker bij dit scenario. De melding was wat onduidelijk. Er zou vermoedelijk een beknelde persoon aanwezig zijn onder een container bij het bedrijf Intersol. Bij aankomst, in ieder geval, zag u dat een container of een persoon onder een container lag. Dus dat was het eerste. Vele van jullie keken al om je heen van ja, dit kan toch niet het enige zijn wat er aan de hand is. We hadden gesteld met 4 minuten dat een Poolse medewerker uit het bedrijf zou komen. En met een zwarte neus, dus die had duidelijk in de rook gezeten. En ja, een Poolse medewerker. Wat kon hij nog zeggen? Collega, meer kon hij niet uitbrengen. Maar het moest voldoende zijn naar de bevelvoerder toe dat er in ieder geval een collega binnen zou zijn. De opmerkingen, een aantal opmerkingen hebben we daarin gesteld. Dat is tijdens de aanrijding, uit de aanrijden, dat er een plan gemaakt moet worden. En ook een plan plus. En bij diverse hebben we dat toch wel gemist. He? En dat meedelen, delen met je manschappen. He? Hetgene wat jij in je hoofd hebt zitten. De inzet. Stel je prioriteiten. Ja? Stel je prioriteiten, er ligt een slachtoffer binnen. He? Dat was wel het tweede, omdat die Poolse medewerker naar buiten kwam. He? De meesten die hadden al ingezet, voor een deel al ingezet op die container. Maar daar zat dus de schakeling. En dat was het lastige ervan. Hoe ga je daar nou mee om? Maak je overweging. Ja, slachtoffer onder container, ja, draagt het over zolang aan de ambulance dienst. Ja, en zet je inzet naar binnen toe. En de slachtoffer wat binnen zit, heeft duidelijk zijn prioriteit. En die ligt in de rook, gevaarlijk, dus daar zou je prioriteit moeten stellen. Let op. Het pand, een behoorlijk diep pand, 50 meter diep. Ja, van tevoren, kijk, ja, je verkenning doet die goed. Ja, dat je weet waar je naar binnen toe gaat. En is het dan verantwoord met zo'n diepte van 50 meter om alleen maar jouw aanvalsploeg daarin te stoppen? Is dat wel verantwoord? Ja? Denk aan de hete rookgassen, ja, boven de kap. Doe even een check. We kennen het allemaal inmiddels. Sneller ventileren. Ja, het is een lichte rook. Ja, ventileren. Gooi die overheiddeur open. Ja, des te sneller kan je actie ondernemen. Dus zodra een slachtoffer binnen gered was, kan je buiten inzet doen. En laat die brand dan maar. Ja, het gaat nu eerst om slachtoffers, hè? Dat is prio 1. Ja, zorg ook als bevelvoerend zijnde dat je op de cruciale momenten aanwezig bent waar je ook zou moeten zijn. Ja, het is jouw verantwoording, onder jouw verantwoording zijn jouw mensen bezig. Nog een aantal puntjes per groep die gespeeld hebben, per ploeg. Aanvalsploeg, over het algemeen is er goed gewerkt. Ja, er zijn geen echte bijzonderheden voor te melden. De waterploeg. Denk aan de container. Stabiliseren. We hebben daar hele rare dingen gezien vandaag. Ja, hoe zet je spreider neer in dit geval voor het heffen?
en even de wond afdekken. Hè? Steriel houden. Pompbediener, bij het opbouwen van de waterwinning, denk aan je slangenbruggen. En zorg dat jij je voertuig in het zicht houdt. Ja? Opmerking van politie en ambulancedienst, over het algemeen redelijk goed gecommuniceerd, maar het kan best beter. Verder vindt u de punten terug op uw lijsten. Ja? Wij wensen u succes voor degenen die doorgaan naar de gewestelijke wedstrijden. En dank aan iedereen voor zover jullie inzet hebben gepleegd. En voor de anderen dus, op naar de volgende seizoen dan. Dank jullie wel. Zo, goedemiddag. Ook namens de juryleden van baan 2 hebben jullie van harte welkom in het mooie plaatsje Rijnsburg. Ik zal het wat korter houden dan Jos, althans dat hoop ik, want niemand zit te wachten op lange speeches. Jullie willen in ieder geval zo snel mogelijk de prijs uitreiken. Jullie werden gealarmeerd vanmiddag voor. Dan moet ik wel het goede plaatje pakken, want anders heb ik er nog niks aan. Voor een scheepsbrand aan de jachthaven Marina, Kanaalpad Noordwest 4, een hele mond vol. Wat was er gebeurd tijdens laswerkzaamheden aan een boot? In de jachthaven is er een steekvlam ontstaan. En die steekvlam heeft een vat onafgewerkte olie, die zeg maar naast de boot stond, in brand gezet. Op het moment dat jullie aankwamen rijden, kwam de monteur of de lasser kwam naar buiten en die gaf aan dat er brand binnen was in de loods. En hij gaf ook aan dat er een steekvlam was ontstaan. Hij kon niet aangeven wat er precies in brand stond, maar wat hij wel met jullie meegaf. En wat je ook kon zien is dat hij een zwarte neus had en hij had uiteraard ook door het ambulancepersoneel even onderzocht moeten worden op rookinhalatie. Bij het uitvragen van de lasser die naar buiten kwam, die gaf dus ook duidelijk aan dat zijn vader nog in de boot aanwezig was. Tijdens een reddingpoging is eigenlijk de ladder die tegen de boot stond is omgevallen. En de boot die was eigenlijk alleen te betreden via de ladder. Het tweede slachtoffer lag onder de boot en was ook moeilijk te zien tijdens de verkenning. Bijzonderheden, met name de waterwinning, wat jullie meekregen was alleen open water. En het was eigenlijk een relatief klein brandje, want het trof een olievat waar onafgewerkte olie in zat. En uiteindelijk hadden jullie kunnen blussen met een kleine hoeveelheid schuim. Maar daar moest uiteraard wel de hostmaster aan gekoppeld worden. De lastset die er vlakbij stond, ja, die was niet aangestraald. Maar je moet daar uiteraard wel aandacht aan besteden. Het verwijderen van de lastset was niet echt noodzakelijk. Nadat de brand geblust was met de hostmaster, ja, dan is het zo snel mogelijk de overheaddeuren open doen, zodat de rook en warmte naar buiten kan, zodat je zicht krijgt in het pand. De omgevallen ladder, ja, dat is een duidelijk verhaal. Gebruik je eigen ladder op het voertuig en gebruik niet de ladder die omgevallen is en die daar ligt. De controle op de stabilisatie van de boten, daar had ook wat aandacht aan besteed moeten worden. Het slachtoffer wat in de boot zat. Nou, we hebben verschillende methodes gezien om een slachtoffer naar buiten te krijgen. Slachtofferbehandeling, wat ik straks nog even mee zal geven. Een slachtoffer wat naar buiten gehaald moet worden, ja, dat moet natuurlijk wel op een veilige wijze gebeuren. Ik zal er straks nog even terugkomen. Het tweede slachtoffer wat onder de boot lag, ja, is bijna door heel veel ploegen niet opgemerkt. En is eigenlijk als een rode draad
door de wedstrijd heen gelopen van ploeg 1 tot en met de laatste ploeg. Sommige ploegen hebben hem bij de naverkenning gezien, sommige ploegen hebben hem helemaal niet gezien, sommige ploegen hebben hem wel gezien. Wat aandachtspunten van de juryleden. Ik begin even bij de pompdiener. Het gebruik van de hostmaster. Ja, op wat voor druk moet deze nog worden afgesteld? Ik denk dat het toch wel een aandachtspunt is voor de pompdiende. Waar ga ik mijn hostmaster op afstellen? Is dat 8 bar, is dat 10 bar, is dat 20 bar? We hebben verschillende methodes vanmiddag gezien. Ook een aantal tops, en hier lezen jullie uiteraard terug op jullie zuurstaat, hebben we meegekregen. Zal ik jullie meegeven. Het scannen van het gebouw door de pompbediener aan de buitenkant. Dat werd door heel veel pompbedieners opgepakt. En ook het slachtoffer werd goed uitgevraagd wat er aan de hand zou kunnen zijn binnen. Aanvalsploeg, waterploeg, oftewel 1, 2, 3 en 4 hebben we bij elkaar gevoegd. Wat tips, hygiëne. Jullie weten allemaal schone werk, maar ook het uitdampen van de pakken als je naar buiten komt. Probeer in ieder geval niet direct je ademlucht af te zetten of af te koppelen. Maar houd het een aantal minuten op in verband met de roet en rook die in je pak zit. Zoals ik net ook al aangaf, het systematisch verkennen. Ja, op het moment dat je naar binnen gaat en je gaat het RSTV in acht nemen, je maakt een scan. Maar wat we veelal hebben gemist is zeg maar ook op de vloer. Kijk eens even met je zaklantaarn, ga door je knieën en kijk eens of dat daar eventueel een slachtoffer op de grond ligt. Als je het RSTV meekrijgt van je bevelvoerder, doe daar dan ook iets mee. Doe het met je zaklantaarn. Iedereen heeft zaklantaarns bij zich, maar het RSTV is ook met een warmtebeeldcamera, maar ook met zaklantaarns om te kijken hoe dik is mijn rooklaag, zit die in de bovenkant van de nok, ja of nee. Wat tops. Communicatie onderling, dat vonden wij erg goed. Althans, degene die 1 en 2, 3 en 4 hebben beoordeeld. Jullie hebben buitengewoon met elkaar gecommuniceerd. Bevelvoerder. Wat tips. Doe eens een stapje terug. En kijk eens eventjes wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Ga niet boven op de brand zitten, maar kijk eens even een stapje terug en zie wat er aan de hand is. Wat heeft er gebrand? Die vraag hebben we meerdere keren gesteld aan alle bevelvoerenden. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb toch wel wat verrassingen meegekregen wat er in je ton zat. Oftewel, ja, wat brandt er nu? Het was afgewerkte olie, ik heb afval gehoord, ik heb allerlei kreten gehoord, maar het was afgewerkte olie. Weet wanneer je moet ventileren. Wanneer ga je de overhead deur open doen? Doe je dat direct of ga je dat doen naarmate de brand geblust is en dat je de veiligheid in acht hebt genomen? Ook het hygiëneverhaal voor de bevelvoerder, het uitdampen van de pakken, hou ook je ademlucht even op. Tops, opschalen van middelbrand in verband met de waterwinning. Waterwinning als open water, ga je lage druk afleggen, ja of nee? Dat was in ieder geval een top die wij jullie willen meegeven. Ik wil in ieder geval de ploegen die doorgaan naar de volgende ronde ontzettend veel succes toewensen. En ja, degenen die niet doorgaan, uiteraard volgend jaar weer opnieuw aan de bak. Want uiteindelijk is meedoen belangrijker dan winnen. Dan zou ik nu graag alle bevelvoerenden naar voren willen hebben en dan geef ik het woord aan de burgemeester die de prijs gaat uitreiken. Dankjewel.
mijn hele week. Oh ja, ja. Goed zo. Dames en heren, het zijn wel veel meer heren dan dames, maar er zitten er wel een aantal bij. En trouwens, in de ondersteuning helemaal veel. Heel hartelijk welkom, nogmaals ook namens mij hier in de gemeente Katwijk in Rijnsburg. Prachtige plek. En ik denk inderdaad, dat heb ik wel begrepen, dat het inrichten van twee verschillende locaties, het bemensen daarvan en het organiseren, dat allemaal heel goed verlopen is. Dus dat is heel mooi. Het is ook leuk om te zien dat zoveel brandweermensen op zo'n vrije zaterdag hier bij elkaar zijn. En dat ze meedoen aan, ja, dat vraag ik me nou wel even af, ik dacht aan wedstrijden, want dat is wat ik eerlijk gezegd ken en hoor. Maar ik hoor nu dat het vaardigheidstoetsen zijn. Nou, dat is indrukwekkend. Dus, maar het zijn vaardigheidstoetsen, maar ik hoor vervolgens dat er mensen zijn die daarin spelen. Dus je speelt een toets. En je kunt er ook punten mee verdienen en je kunt dus jezelf kwalificeren. Nou, dat is spannend. Leuk om te zien dat zoveel mensen zo met hart en ziel met hun werk bezig zijn, met dat brandweerwerk. Dat ze ook in deze sfeer werken aan hun inzet en aan hun vaardigheden. En dat ook laten zien en daar elkaar ook willen laten zien dat ze er goed in zijn. En zelfs dat de een nog net ietsje beter doet als de ander. Goed, jullie zijn benieuwd wie het vandaag goed gedaan hebben. Wie er het beste geweest zijn. En ik ga me haasten om jullie te voorzien van die informatie. En dan komt daar vervolgens ook de foto bij. Als aandenken aan deze dag. Baan 2. Ja, ja. Baan 2. Eindklassering nummer 9. Dat was een ploeg die had 1200 punten. Maar er ging iets mis, dus zijn ze gedisqualificeerd. En dat is de post Noordwijkerhout van de brandweer Hollands Midden. Ja, dan hebben we er nog zo eentje, de nummer 8 van baan 2. 1229 punten, maar ook gedisqualificeerd. Jammer, niks aan te doen. Brandweer Hollands Midden, post Nieuwe Kerk aan de IJssel. Brandweer Hollands Midden, post Noordwijk. Baan 2. Nummer 7. Met 1239 punten. Dat is de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, post Nieuw-Beierland. Ja, plaats 7. Van baan 1 met 1265 punten, dus dat is een flink aantal meer. Brandweer Hollands Midden, post Driebrug. Dat, hè? Zo'n charmante wedstrijd mis.
Wij hebben plaats 6, baan 2. Baan 2, plaats 6. 1278 punten. Brandweer Hollands Midden, Post Nieuwkoop. Plaats 6, baan 1, 1274 punten. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Post Melisand. Spannend, want we komen al in de buurt van die eerste drie plaatsen. Maar we gaan eerst naar nummer 5, baan 2. 1298 punten. Brandweer Hollands Midden, Post Krimp aan de Lek. Is op plek nummer 5 terechtgekomen met 1279 punten. Ook van de Brandweer Hollands Midden, de Post Haastrecht. Altijd een beetje sneuwe plek, maar ja, toch heel goed gedaan. Ook 1298 punten op baan 2, net als de vorige nummer 5. Maar ik heb me laten vertellen dat het technisch toch op de een of andere manier beter was. Maar het levert dan geen punt op. Nou ja, maakt niet uit. Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, Post Schoonrewoerd. Wie er door zijn in ieder geval. Mag ik nog even uw aandacht? Plaats nummer 4. Baan 1. 1320 punten. Brandweer Hollands Midden. Post Lekkerkerk. Ja, en dan nu degene die door zijn. Daarmee in ieder geval alvast gefeliciteerd. De nummer 3 in baan 2. Die had 1 punt meer. 1 punt. Maar ja, goed. Er is heel zorgvuldig gekeken. Klopt het allemaal? Maar het klopt allemaal. 1299 punten. Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, Post Oud-Beijerland. Ja. Baan 1. Daar is de nummer 3, die is net wat afgetekender derde geworden. 1328 punten. En... Oei. Ja, daar gaat het bier. Nou ja, niks aan te doen. Veiligheidsregio Haaglanden, Post Schravenzanden. Ja.
Nummer 2. Ja, dan weet je dus ook wie nummer 1 is. 1348 punten. En dat gaat naar de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, Post Zwijndrecht. Nummer 2, met 1 punt meer als nummer 3 trouwens, 1329 in plaats van 1328. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Post Middelharnis. Toch maar eentje de nummer 1 zijn. Baan 2. 1352 punten. Ja, heel goed. Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, Post Maasdam-Puttershoek. Baan 1, 1351 punten. De veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, Post Hardingsveld, Giessendam. Ik zou zeggen, maak er nog even een gezellig samen zijn van en een goede reis naar huis.